Dus de hele cultuur is spanning, druk naar buiten. De kwestie is, kunnen wij naar binnen gaan zonder onbewust te worden? Dominante alfa, dingen zoals dagdromen, loskomen van de werkelijkheid. Veel mensen die spiritueel zijn, zijn daar, zweven en de huur niet kunnen betalen. Naïviteit is overdreven alfa. Op het spoor zitten en de trein zien aankomen en zeggen, het is toch een illusie. Zie je hoe je aan beide kanten kunt overdrijven? Dit is de optimale staat. Lage beta, lage alfa, hoge theta en net genoeg delta dat je bij je bron kunt komen. Dus al die frequenties zijn nodig, maar in balans. En wij leven in een wereld die heel sterk op de buitenwereld gericht is en bang dat er iets binnenkomt. Vandaar dat mensen ook niet kunnen luisteren. Als je heel hard in beta zit, kun je niet luisteren. Wat doe je? Wachten voor wederwoord. Wachten om je te verdedigen. Je beurt afwachten. Maar dat is allemaal beta. Hoe kom je in flow? Dat is de korte samenvatting. Alles wat voedend is voor hart en ziel. Follow your bliss van Joseph Campbell. Luister naar je eigen emoties en gevoelens. Het loslaten of transformeren van negatieve staten. En dat is van deze tijd. Er zijn steeds meer loslaatmethodes en transformatiemethodes. En dan dingen die je in de neutrale staat brengen. En daar is HeartMath een van de meest moderne en snelste van. Omdat je daar rechtstreeks met het hart werkt. Je kunt door met in HeartMath kun je in 3 tot 5 minuten waar je anders een uur zou moeten voor mediteren. It's a lifetime journey, full of drive. There's no need to worry, it's alright. A billion creatures everywhere. So see, you are never alone, as the world is our home.